1939 is historie geworden. Wanneer de klokken met hun 12 slagen het nieuwe jaar inluiden, gaan onze gedachten terug naar de belangrijke gebeurtenissen in het veelbewogen oude jaar. Daar was de geboorte van prinses Irene, de tweede telg in het prinselijk gezin, het speelgenootje voor de lieve Beatrix. Geen gelegenheid liet ons volk voorbijgaan om zijn warme aanhankelijkheid aan het koninklijk gezin te betuigen. En wie herinnert zich niet de enthousiaste ontvangst die het Belgische volk onze koningin bereidde? De Nederlandse scheepsbouw mocht zich ook in het afgelopen jaar verheugen in de belangstelling van ons vorstenhuis. Vele grote werken werden voltooid of vorderen gestadig. Het motorschip Oranje werd aan de koopvaardijvloot toegevoegd. De verbinding tussen het eiland Urk en het vasteland kwam tot stand. De Maastunnel te Rotterdam, de Klapbrug te Alblasserdam en de Basculebrug te Dordrecht getuigen van Nederlandse kunde en energie. Met de dood van vele bekende Nederlandse figuren, Sir Henry Deterding, Dr. van Aalst, Anthony Fokker, generaal Snijders, mevrouw Man Bouwmeester, Louis Davids en Oscar Tournière leed ons vaderland een gevoelig verlies. De Nederlandse spoorwegen vierden haar eeuwfeest. In groot vaderlander werd 70 jaar. Het was het vijfde kabinet Colijn dat door hem werd samengesteld, dat echter spoedig werd opgevolgd door dat van Jonkheer de Geer. Donkere wolken trokken boven Europa samen en waar niemand aan wilde denken gebeurde. De teerling werd geworpen. De handhaving van de volstrekte onzijdigheid, waartoe ons land geroepen is, heb ik mij genoopt gezien bevel te geven tot de mobilisatie van zee- en landmacht. Mobilisatie, de schrik van elk vredelievend volk, bracht in ons land een grote ommekeer. Een gevoel van dankbaarheid gaat uit naar de mannen die ver van huis en haard waken over het vaderland. Dat bij het vervullen van hun plicht vele slachtoffers vielen, stemt tot diepe droefenis. De rampen ter zee werpen ook over ons land hun sombere schaduw en dompelden vele families in rouw. Onze regering trof uitgebreide maatregelen op economisch gebied en ter verhoging van onze weerbaarheid. Dat Hare Majesteit onze geëerbiedigde koningin steeds bij en met haar volk is, zal ons sterken in het geloof en vertrouwen in een betere toekomst. Ik weet weinig van de dingen die u op het doek zag staan. Ik weet alleen maar dat mijn vader als soldaat is weggegaan. En nu hoop ik voor mijn moesje dat hij terugkomt, maar voorgoed. Ik wens dat ook voor het hele leger, zonder dat het strijden moet. Als die wens vervuld mocht worden, zegt u allen tot elkaar, dan wordt 1940 een met geluk nog nieuwe jaar.